roken is, is gewoon slecht voor de gezondheid. Ik snap dat mensen het doen. Het is ook lekker. Maar het is gewoon super slecht voor de gezondheid. Breda Nu. Je weet het meteen. In het kader van het rookvrijmaken van Avans werd op 16 april een urban trail georganiseerd door de verschillende schoolgebouwen. Dit gebeurde in samenwerking met studentsportcentrum Bres. Nou, vandaag zijn we hier vanwege de Urban Run, de Avans Edition. In samenwerking met Avans organiseren wij vandaag dus een hele leuke run. We starten hier bij Bres, vervolgens gaat het door de gebouwen van Avans heen. En het is eigenlijk allemaal om te vieren dat Avans sinds gisteren rookvrij is. We kunnen kiezen tussen 3 en 5 kilometer, want het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen aan te sporen om te gaan bewegen, een gezonde leefstijl te starten eigenlijk misschien wel. En we willen het laagdrempelig houden door beide opties aan te bieden. Dus op de route zelf kunnen ze altijd nog kiezen. Ik ben een van de ambassadeurs voor ACES. Avans rookvrij. En in principe is dit ook een van de aftrapmomenten. De officiële start was gisteren. Waarom hebben jullie besloten om Avans geheel rookvrij te maken? Nou, dat is natuurlijk een stuk gezonder. En ik denk dat het ook een heel goed signaal is naar onze studenten. Dat we het terrein zoveel mogelijk rookvrij houden. En mensen ook niet aanzetten om te gaan roken, dan wel meeroken. Vind je het een goed idee dat Avans rookvrij wordt gemaakt? Ja, dat vind ik een goed idee. Ja, absoluut. Ik bedoel, roken is is gewoon slecht voor de gezondheid. Ik snap dat mensen het doen. Het is ook lekker. Maar het is gewoon super slecht voor de gezondheid. Dus ik vind het wel goed dat Avans een statement maakt daartegen. Breda Nu. Je weet het meteen.